Ik heb voor Kopenhagen gekozen omdat het gewoon een hele goede school is voor mij, omdat ik ook dyslexie heb. En dan kan je op je eigen tempo werken. Ik heb voor het Kopenhagen Lyceum gekozen omdat ze hier had tweetalig onderwijs en dat leek me heel leuk. En gewoon omdat je gepersonaliseerd leren hebt. Ik heb voor Kopenhagen Lyceum gekozen omdat ik het een hele leuke school vind. En een paar vriendinnen van mij zaten er ook op en ik heb er hele goede dingen over gehoord. En ik heb voor deze school gekozen omdat het mij fijn leek de manier waarop ze hier leren. Met dat je op je eigen tempo kan werken en dat je als je niet zo snel kan als de rest, dat het dan ook niet heel erg is. Dit leek heel erg op een fijne school. Ik zag ook heel veel diversiteit naar kinderen van verschillende culturen, religies en ook heel veel diversiteit in de leraren ook. We beginnen meestal met een dagstart en dan kijken we of het journaal en dan moeten we daar een soort van verslagje van schrijven. Of we kunnen alvast onze doelen inplannen en dan krijgen we ook ondertussen een coachgesprek. We hebben elke week een kwartier een coachgesprek en daar gaat gewoon over wat je hebt gedaan die week en wat je gaat doen. Hoe je verder gaat de volgende week. Als coach vind ik het super fijn om echt de tijd met de leerlingen te hebben. Echt 15 minuten elke week met de leerling. Als mentor had je niet zoveel tijd en als coach wel, dus dat is heel prettig. Gewoon even met je eigen klas, met je eigen leraar, je eigen coach. Dat is wel fijn om dan even bij elkaar te zitten en gewoon te kijken van hoe gaat deze week eruit zien en wat gaan we doen. Ja, sinds 3 jaar werken we volgens de systematiek van Kunstkap Skolan. En dat betekent dat we het eigenaarschap bij leerlingen heel erg belangrijk vinden. Dus leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. En wij begeleiden daarin de leerlingen zoveel mogelijk in een meer coachende rol. Gepersonaliseerd leren, dat is als je dat echt voor jou is. Dus je kunt verschillende kleuren kiezen voor welke vakken. Dus je kunt bijvoorbeeld blauw, dat is een heel hoog niveau. Je mag je eigen niveau bepalen, bijvoorbeeld als je iets moeilijk vindt, dan kan je hem op HAVO zetten. En als je iets heel makkelijk vindt, dan kan je hem op VWO. Het is een heel erg comfortabele school. Er wordt veel gepersonaliseerd naar jou, dus je weet zelf een beetje wat je wel en niet aan kunt. Dus het is fijn om te weten wat je moet doen, wanneer je het moet doen. En je voelt je heel erg thuis. Eerst was het TTO, tweetalig onderwijs, is nog wel moeilijk, maar na een paar weken gaat het heel makkelijk en begrijpen we gewoon alles. Ongeveer, ik denk, 70% of zo van je vakken zijn in het Engels. In het technasium hebben we ONO, dat is onderzoek en ontwerpen. En dan hebben we volgens mij 10 weken, moeten we aan 1 project werken. Dan ga je een opdracht maken van een opdrachtgever en dan ga je dat allemaal uitwerken in een verslag en dan moet je het zelf maken, bijvoorbeeld in 3D. We hebben alleen huiswerk als je je werk niet af hebt, zeg maar. Dus we krijgen geen huiswerk mee van school. Maar als je die niet af hebt, dan moet je thuis nog wel dingen doen. Ik vind sport op school heel leuk. We hebben verschillende velden en ook leuke leraren. Bij heel veel scholen in de pauze moeten ze binnen zitten, want er is geen plek om naar buiten te gaan. Nou, bij ons hebben ze heel veel ruimte om naar buiten te kunnen gaan. Wij vinden het belangrijkste aan de gymlessen dat een leerling een leven lang blijft sporten. Ik vind Kopenhagen een fijne school, want ik kan zelf inplannen. It's a very nice school. Het is gepersonaliseerd, dus jij kan gewoon doen wat jij fijn vindt qua leerstof. Het is voor jou precies goed. Ik voel me hier op school heel veilig. Een goede school waarin de leerling mee bepaalt wat hij of zij wil leren. Met elkaar ben je gewoon een beetje verbonden met elkaar.